Wil je in de horeca gaan werken? Ja, vind ik heel leuk om te doen. En wil ik later ook zeker wel iets mee gaan doen, ja. Breda Nu. In de lokale brasserie Bengels nemen jongeren de leiding. Deze jongeren gaan ieder om hun eigen reden niet meer naar school. Brasserie Bengels geeft ze de kans op een positieve leerervaring. Brasserie Bengels is eigenlijk een organisatie die zich bezighoudt met allereerst het voeren van een mooie horecazaak. Maar met name gestoeld op het feit dat er heel veel jongeren in Breda rondlopen op straat die tijdelijk of permanent niet meer naar school gaan. En ons idee achter dit project is om deze jongeren een kijkje te bieden, kijkje te gunnen en een kans te bieden om ervaring op te doen samen met hun persoonlijk begeleider. Die pedagogisch geschoold is om te kijken of dat de horeca iets voor hun is. En ze daarmee weer een klein beetje zin te geven aan iets wat ze leuk vinden. Nou, ik doe de bar aanvullen, ik doe de tafels indekken, ik doe drankjes geven aan mensen als ze er zijn. En dat doe ik op maandag en op dinsdag soms af en toe. Maar meestal op maandag. Hoe ben je hier terechtgekomen? Via Safe College. Toen ben ik hier een keer heen gegaan toen het opbouwen was. Dus toen heb ik ook geholpen met het slopen. Toen vond ik het eigenlijk leuk hier zo om te werken. En toen mocht ik hier elke maandag komen. Is dit ook iets waar je nog voor de toekomst mee wil kunnen? Wil je in de horeca gaan werken? Ja, vind ik heel leuk om te doen. En wil ik later ook zeker wel iets mee gaan doen. Ja. Naast het horecaconcept hebben we ook een theaterzaal die we gebruiken voor culturele zaken, maar ook voor zaken zoals sport. Om jongeren die misschien wat minder met horeca hebben, toch de bedrijvigheid in ieder geval een bepaalde prikkel tot motivatie te geven. En dat kan eigenlijk letterlijk van alles zijn. Beginnende bandjes, creatieve dingen, houtbewerking en sport. Kendrik, jij bent een van degenen die heel erg betrokken is bij dit project. Wat is jouw rol precies daarin? Ik werk hier als kok in het restaurant en ik begeleid ook jongeren. Ik doe de opleiding maatschappelijk werker. En in dit restaurant doen wij samen met jongeren die hier in de keuken staan, doen wij die begeleiden om een positieve leerervaring op te doen. En jij bent en chef-kok en je doet ook nog een opleiding tot maatschappelijk werk, klopt dat? Dat klopt, ja. Ja. Want wat kun je precies voor hen begeleiden vanuit jouw taak? Er zijn vooral jongeren die op dit moment geen school of onderwijs volgen. En deze jongeren kunnen hier de succeservaring opdoen. En met die succeservaring hopen we te stimuleren om toch weer terug een opleiding te doen. Dat kan in de horeca zijn, maar dat kan ook op andere manieren. Er wordt hier ook achter in de zaal gesport. En ja, zo worden we ook proberen de jongeren te motiveren om weer terug naar school te gaan. Breda Nu.